Dinsdag 2 februari. Van je rode kant maak je bladzijde 20. En je gaat nog even proberen een stukje van 21 te maken. Ongeveer een half uurtje. En kijk wat je moet doen. Bladzijde 20. Gaan we beginnen met splitsen. Hoe kan ik 5 verdelen? Dat ga je op verschillende manieren doen. En let er even op. Stel nou, ik bedenk 5, dat is 2 en 3. Denk dan even meteen, oh ja, die kan ik ook omdraaien. Dus dat is ook 3 en 2. Nou, hier kijk je goed naar het rekenrek. 10 zitten er steeds op de eerste rij. En hier nog 2. 10 en bij 2 is 12. 10 op de eerste rij. 6 op de tweede rij. Hoeveel zijn dat er samen? Hier moet ik het zelf nog invullen. 10 op de bovenste rij. Hoeveel kralen zijn er hier? Nou, ik zie dat er nog eentje daar is, dus dat is eentje minder dan 10, is 9. En hoeveel is dat samen? Nou, dit hebben we vorige week ook geoefend. En ik wil dat je heel goed kijkt naar het aantal wat hier op het rekenrek staat. Dit zijn er 4. Dit zijn er 3. En 4 en bij 3 is samen 7. Dus ik ga ook met deze getallen sommetjes maken. 4 erbij, 3 is 7. Nou, ik kan het ook omdraaien. In plaats van 4 erbij 3, kan ik ook zeggen 3 erbij 4. Dan blijft het antwoord hetzelfde, 7. Het hoogste getal is bij de erbijsom komt altijd aan het eind te staan. Zie je dat je hier 2 zevens hebt? Bij de erafsom staat het hoogste getal altijd vooraan. Want ik heb 7. Ik kan eraf 4 doen. Nou, als ik 7 eraf 4 doe, als ik dit weg doe, dan hou ik nog 3 over. Maar ik kan het ook 7 eraf 3 doen. En dan hou ik nog dit over. Dus ik kan met deze 3 getallen 4 sommetjes maken. Zo ga jij dat ook doen. Daarna komt bladzijde 21. Nou, bladzijde 21. Dan zie je nog alleen bovenaan het rekenrek. Daar staan de sommetjes al. Ik wil wel even dat je goed oplet. Want net zoals wij net met 3 getallen 4 sommetjes hebben gemaakt, is dat hier ook. Alleen hier hoef je de sommetjes niet meer zelf op te schrijven. Maar ik zie hier wel een 5, een 2 en een 7. Dus deze 4 sommetjes horen bij elkaar. 5 erbij 2 is 7. Dan is 2 erbij 5 ook 7. Als ik dan 7 kralen heb en ik haal er 2 af, wat hou je dan over? En 7 eraf 5. Ga ze maar maken. Van klein naar groot. Dus eerst het kleinste getal. De 7. Streepje erdoor. Kruisje erdoor. En opschrijven. Dan welke is daarna het laagste. En onderaan ook sommetjes maken. Zet hem op vandaag.